Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over ons land, maar er zijn ook plaatsen waar de zon flink schijnt. En die wisseling houden we vandaag vast. In de ochtend is het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen tussen 3 en 6 graden. De wind neemt langzaam wat toe, wordt matig tot vrij krachtig. En vanmiddag lopen de temperaturen nog wat verder op. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Vooral in het binnenland kan lokaal een pruttelbuitje vallen, maar veel stelt het niet voor. De zon schijnt ook af en toe en de wind blijft uit het westen tot zuidwesten waaien, matig tot vrij krachtig. Vanavond en vannacht trekt er een storing over met wat meer buien. Er tussendoor zijn er ook wel droge momenten. En later in de nacht klaart het in het noordoosten vooral alweer flink op. Voor morgen een enkele bui, ook zonneschijn, en 8 tot 11 graden op de thermometers. De wind is west tot noordwest en matig van kracht. Die wind gaat draaien naar een zuidelijke richting en dat gaan we merken in het weekend, want dan gaan de temperaturen flink omhoog. Zaterdag wordt het 12 tot 14 graden, zondag 17 tot 20 en vooral zondag is er volop zon. Misschien dat er maandag weer wat neerslag valt, maar ook dan is het erg zacht met de temperaturen in het oosten van het land in de buurt van de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl